We zijn hier aan het sporten met ons AIA-team. Twee jaar geleden zijn we hier een project begonnen in de zomer. En sindsdien hebben we elke maand een follow-up waarin we gaan sporten met heel veel kinderen uit de buurt. Uit de kerken, maar ook buiten de kerken. Ondanks het goede of af en toe het slechte weer, heeft iedereen toch heel erg naar zijn zin. En zoals je ziet is iedereen lekker aan het sporten. We kregen heel veel complimenten over de sfeer, dat de sfeer heel leuk was en dat de kinderen echt een hele fijne tijd hier hadden. Ook ouders die naar ons toe kwamen, die het kwamen vertellen en dat de kinderen thuis kwamen met dat ze het heel leuk hadden gehad. En naast de sporten vertellen we ook de getuigenissen en het toneelstukje. En dan zitten ze allemaal vol aandacht te kijken. En sommigen hebben er vragen over, sommigen willen weer lekker door met sporten. Dat is wel verschillend, maar ze krijgen het in ieder geval te horen. Afgelopen zomer heb ik meegedaan met het project hier in Soest. We hebben eerst een voorbereidingsweek gehad met het team. En daarna zijn we een week lang hier op de Eng elke dag gaan sporten. 'S Middags met de jongere kinderen tot 12 jaar. 'S Avonds met de oudere jongeren. We hebben gewoon een hele toffe tijd met elkaar gehad. Waarin we echt heerlijk konden sporten. Maar tijdens onze pauze dan doen we ook altijd bijvoorbeeld een dramastukje. Gaan we met elkaar in gesprek. En dat zorgt voor hele bijzondere momenten. En je leert elkaar heel goed kennen. Ik ben hier vanaf vorig jaar, heeft Reino Vriend van mij even uitgenodigd. Dus sindsdien ben ik denk ik 6 keer geweest ongeveer. Ik ben ook naar dat zomer-event geweest. Ik vind het altijd wel gewoon echt heel gezellig. Mensen staan hier open, je kan gewoon zeggen wat je wil, vragen wat je wil. Het heeft me ook gewoon een beetje aan het denken gezet qua geloof. Dus ik ben niet geloof voor mezelf. Die mensen hier allemaal wel en die vertellen daarover. Het is wel interessant om daar ook kennis mee te maken. Als ik hier kom, dan ga ik meestal voetballen. En het is altijd heel leuk, gewoon sportief. Meestal met twee teams, gewoon een partijtje. Met de zomer-event gingen we ook clinics doen. Dat is ook echt leuk. En gewoon met elkaar helpen, gewoon sportief. Gewoon lekker bezig zijn.